Wat vond jij nou het leukste? Oh, wat ik leukste vond? Nou, ga je nou maar gewoon mee op show? Ja. Ik heb Tille Kielegat gezien. We hebben carnaval gevierd met 11 Kielegat. Oh, we zijn in allerlei kroegen geweest. Het was zo gezellig. We zijn al live. We zijn live. Och, welkom, dames en heren, bij Wat een Huishouden. Oh, nou, het is zeker nou wel een huishouden. De eerste keer deze keer. Ik heb deze keer onze Tommy meegenomen. Ja. Dat doen we met een presentator, medekameraad. En dat ik toch met jou hier mag zitten, bij Wat een Huishouden met Tante Nel. Nou, en we gaan er een huishouden van maken, nou, hè. Wat gaan luisteren? We allemaal doen? Ja, wat gaan we allemaal doen? We gaan hele leuke gasten ontvangen. En de kijkers thuis, kijk, de telefoon staat klaar. Hij mag rood gaan gloeien dadelijk. Want je kunt ons live in de studio gaan bellen. Je kan ons gaan bellen. Ja, en daar hebben wij je nummerke voor. En vast krijgen we dat te horen van de regie. Dan ga ik hem nu opschrijven en dan zeg ik hem gelijk door. En we gaan dus bellen op 06-577-6616. En dan zien we wel, hè. Zo is het. Je mag ons alles vragen wat je wil weten over carnaval. Ja. We hebben leuke gasten. En die man ook het hemd. Hebben nou een brandende vraag aan mij of aan Tante Nel? Of dadelijk bij een van die spetterende gasten? Ik zou zeggen, bel even op. Het nummer komt ook regelmatig onder in beeld. En bel gewoon gezellig naar de studio. En wie weet krijgen wij jou dadelijk gezellig hier aan de lijn. Bij Wat een Huishouden. Ja, we gaan ook iets heel spannends doen. En het onderwerp van vandaag. Oh, wat is het we gaan onderwerp? Het hebben over vertel eens. Drankjes. Oh, hey, luister eens. Ja, ik ben vaak alcoholvrij, maar ga jou wel van de alcohol? Ja, ik lust hem wel. Je ziet het. We hebben al een lekker drankje op tafel staan. Hey, hoe ben jij opgestaan vanmorgen? Nou, ondersteboven. Ondersteboven? Ik was er ondersteboven van. Nou, weet je hoe ik mijn eigen voelde? Nou? Alsof er een trein over mijn eigen was ingegaan. Ja, ik wou het niet zeggen, maar het hoezo? Is dat je er zelf over begint. Is het nog te zien? Is het nog te zien? Ja. Ja. Hey, maar wij gaan straks ook nog hele spannende dingen doen. Ja. Een soort van spel of zo. Maar maar we hebben als het goed is... Ik heb hem nog niet over horen gehad, maar volgens mij hebben we een beller. Dat zal toch nog niet? Nou al? Ja. Nou al? Hallo met Tante Nel. Hallo, met wie spreek ik? Met Rick. Met Rick? Oh, Rick, goedemiddag. Oh, hallo Rick. Wil erg al een brandende vraag? Ja, dat is het. Dat staat hier van de kistkap. Ik hoor hem in stukjes. Ja, ik ook. Hij praat een beetje in stukjes. Kunnen jij even buiten gaan staan, Rick? Want wij horen jou in stukjes. Maar het bier kan het of niet? Of het bier al koud staat. Zit jij daar nou? Ja, natuurlijk staat het bier koud. Je kunt hier gewoon naar de Vlieren komen op Montjenolisplein nummer 1. Wij hebben hier stiklekker bier. Ja, momentje. Ja. Ja, heb je nog wat? Hier, moet ik eens luisteren. Oh, het lijkt wel of dat hij in de tuin zit. Zeg maar tegen Chrisje toe vanavond langskomen dan. Oh, ga je het al een keer vragen voor onze Chrisje, onze gast. Oh. Nou, ik ga het doorgeven. We gaan het doorgeven aan Chrisje. Ja, komt goed Rick. Ik wens jou een hele fijne carnaval. Bedankt voor bellen. Yo. Hey, luister eens. Nou, bij Chris. Dat was gisteravond al een hele volle bak, hè. Volle bak. Als we het dan hebben over drankjes. Ja. Iedereen is gisteren al lekker de aftrap gaan beginnen met drankjes bij de Chris. Hè? Nou, niet normaal. En die had me toch een binnenkomer. Ik wil er dadelijk alles van weten. Oh, echt? Wat maar, dan? Ik persoonlijk vind ik daar bij Chrisje, dat tappen ze al de lekkerste rozeetjes. De rozeetjes? En dan ga je onze tweede gast, dat is onze Ger. Ja. En wat heeft hij voor lekkers voor jou? Nou, moet te luisteren. Onze Ger... Die het wel eens zo'n lekker kruidenbitterke. Oh, dat is altijd lekker voor een keeltje. Nee? Ja. Dan, dat smeert zo lekker. Ja. En wat Ger heel goed kan... En ik weet niet of jij dat weet, hè. Nou. Hij staat altijd zo sierlijk aan die tap, hè. Die Ger kan echt lekkere biertjes tappen. Oh, dat is er een van tapkracht vooruit. Dat zou goed kunnen. Ja, dat denk dus ik wel. Dus ik heb dadelijk een vraag aan hem. Maar Hoe je nou de beste biertjes tapt? Maar volgens mij, Tom, ik hoor de bel. Oh, ja, daar komt de eerste gast al aan. Ja? Ik hoor hem binnenkomen. Ja? Ja hoor, ja. Daar komt hij aan. Oh, op zijn 11:30, want hij heeft natuurlijk ook een zware nacht achter de rug. Hij ziet er best goed uit, hè? Nou, oh, kikt hem gaan. Goedemiddag. Kom lekker zitten. Christian van Enenaam. Goedemiddag. En waar kennen we jou van? Denk uit de stad gewoon, hè? Ja, volgens mij. Uit het Kielegat. Ja.
Wat had jij gisteren toch gedaan? Gisteren was ik als André Hazes in de binnenstad. Het was niet normaal dat jij komen kijken. We denken, ja, wat is hier aan de hand? Ik heb wel wat gehoord. Ga je het heel snel op de switchen van je onderwerp, hè? Ja, André en Bridget gingen uit elkaar, dus er was een breuk. Ja. Ja, dus moesten we ook maar breken, hè? Alle posters door elkaar. Maar we hebben geanticipeerd en we zijn doorgegaan, dus het is allemaal goed gekomen. Maar kinderen, een klein stukje van vertellen. Hoe hebben we dat nou omgedraaid? Wat hebben we gedaan? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, de posters door midden. Dat was de breuk. En hoe kwam de aanzetten? En toen hebben we er een beetje T-Pex overheen gedaan. En de posters waren aan elkaar geplakt. En alles was opgelost. En toen was het? André zoekt vrouw. Ja, maar luister eens. Heeft hij die nou gevonden? Achteraf sluit hij wel goed aan bij het motto van het Kielergat, hè? Draait is om. Draait is om, ja. Ja, wat dat betreft ben ik daar weer goed bezig. Ja, dat probeer ik bijna iedere avond om te draaien. Maar even maar doorslapen. Nou, niet altijd. Maar ik ben zo benieuwd. Want wij zouden die intocht filmen bij jou. Hoe ben je nou binnengekomen? We zijn met de allergrootste Hummer van de Benelux zijn we aangekomen. Wow. 13 meter geloof ik of zo. Oh, mijn god toch. Dus was spetterend. Paste bijna de haven niet op. Oh. En waar hadden we er allemaal in zitten? De vrouwen van André. Oh, oh, die hadden allemaal bij dan? Ja, Bonnie Sinclair. Oh. Marijke Helwegen. Oh. Allemaal met een iets andere naam. Maar ik weet niet of dat handig is om dat op tv te noemen. Oh, dat maakt allemaal niet uit. Ja, nou. Maar ze waren er allemaal bij. Ze waren er allemaal bij. Ze waren allemaal bij de dus André zoekt vrouw met zijn haren. En het was weer een groot feest. Het was fantastisch. Het was druk. Ja. Het was zo druk. Maar wel gezellig. Druk. Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, ons onderwerp vandaag is drankjes. Dus ja, wie konden we dan beter uitnodigen dan onze Chris? Dus vandaar dat jij vandaag onze gast bent. Hey Chris, even al een vraagje. Hè. Bij jou in het café, was nou het favoriete drankje? Mee carnaval dan, hè? Mee carnaval. Ja, ik denk dat het hoofdingrediënt toch wel bier moet zijn. Ja. Dat blijft het ook altijd wel. Maar ja, de shotjes zijn op dit moment ook wel heel erg in trek. Maar dat kun je aan mijn gezicht nog wel een beetje zien, denk ik. Jij hebt lekker geshot gisteravond. Ja, we hebben gisteren wel een shotje gedaan. En ja. Hoe tapte jij nou gewoon een lekker biertje voor de mensen? Nou, laat ik vooropstellen, wij altijd nog lekker in een glas stappen in plaats van plastic. Want goed ja, want bier, dat is niet te zuipen, zeg. Goed bier komt uit glas. Dus ja, wij tappen echt nog in glas. Glaasje lekker spoelen. Twee vingers schuim. En dan het liefst zo erin in plaats van zo ernaast. Beter erin dan even. De vingers erin. Ja. Dat is het thema, de vingers erin. Oh, oh ja. Hebben we weer een beller. Och, jee. Oh, we hebben weer een beller. Hey, neem de gang op. Ik ga hem nou opnemen. Ja, nou ben benieuwd wie ik aan de lijn krijg hoor. Ogenblikje, Chris. Hallo, met wie spreek ik? Welkom bij Wadenhuishouden. Ga je het een vraag? Ja, eigenlijk voor de Tommy. Och, hey, nou, hallo. Een vraag voor Tommy. Ik geef de lijn even door. Ja. Ja, hallo, met mij. Hey Tommy, met Sonja. Hey Sonja, goedemiddag. Wat leuk dat ik jij belt. Ja, ik heb een hele brandende vraag. Zeg het eens. Tot wanneer zijn jouw tommekes te verkrijgen? Tot wanneer mijn tommekes te verkrijgen? Nou, mijn worstenbroodjes. Heb jij ze al geproefd, Sonja? Ja, ik heb ze al geproefd. Oh, goed zo. Hey, luister eens. Ze zijn te krijgen tot en met dinsdag. Dus als je ze wil eten, lekker veel gaan halen. Lekker veel gaan halen. Doen we. Oké, bedankt hé. Houdoe. Veel plezier Sonja. Houdoe. Nou, gezellig. Nou, als jullie zin hebben om te bellen en je hebt een brandende vraag aan Chris, schroom je niet. Ja, bel de studio. Ze kunnen gewoon bellen. Ja, als het goed is, komt het nummer iedere keer onder in beeld. Dat dus was de vraag van Rick eigenlijk. De vraag van Rick, wat had hij toch al? Ja, ik heb Alzheimer. Oh, wacht, ik wist het al. Of het bier al koud stond. Oh ja, stond jouw bier al koud? Nou, het antwoord aan Rick dan. Kleine vogel vanavond. Kleine vogel, oh, dan weet hij genoeg. Maar leg het eens even uit. Ja, ja, Rick is een klant en ik ben er een keer mee in de voetbalkantine beland. En toen kwam het ineens kleine vogel. De rest mogen jullie zelf invullen. Oh, wat gezellig. Oh, wat gezellig. Nou. Hey, luister eens, Chris. Om dat bier even koud te zetten, hè. Hoe laat ben jij vanochtend op jouw fietsken of te voet naar het café gegaan? Nog niet. Ik ben eerst hierheen gekomen en over een glaasje bier gesproken. Ik lust er wel in. Oh, nou, dan ben ik uitgedroogd. Doe maar lekker een pilsje hoor. Heerlijk. Oh, en wij krijgen lekker water. Oh. Hey, volgens mij hoor ik de bel weer. Op de bel? Ja, daar komt de volgende gast alweer op. Oh, kijk eens, daar komt hij aan hoor. Daar heb hem. Het kan even duren, want dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Oh ja, daar heb hem. Hij heeft zijn muts niet op. Nee. Hij heeft zijn muts niet op. Nee, die is hier vast kwijtgerakt. Jij doet muts niet op, kul. Ga lekker naar Chris zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ga lekker zitten, jongen. Ga maar lekker snel.
Nou, twee hartjes aan tafel. Oh Ger. Ja. Hey, wij hebben wel een band met z'n vieren. Hè? Wij hebben wel een band. Ik ben Ger van de Tapperij. Ja, slaak op de flessen, dan ben ik blij. Ja, dan kunnen jij wel slaan op de flessen. Hè? En kapot slaan ook. Ger, wat heb ik nou toch gelezen? Ga je het een gesprek gehad over dat jij nog niet stopt, want jij bent 75 jaar, ga je nog lekker door. Lekker tegen iedereen vertellen. Ja, nee, maar schat, jij hebt er zelf over gepraat. En wat gebeurde er toch? Kennen jij er een stukje over vertellen? Oh, ik weet al wat jij bedoelt. Ja. Daar had een heel mooi stuk van Jacques Hendricks en de stem gestaan. Geen reclame, hè? Ben je en de stem. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Nog een keer, ben je en de stem. Oh ja. Van ja. Jacques Hendricks. Staatsblad. En dat is een plaatselijke krant. Ja. En die had een interview met mij genomen. Ja, 35 jaar café. Ja. En een heel leuk verhaal. En dan dat mensen die vragen dan aan mij, hoe lang ga je nog door? Oh, ja. Ja, dat weet ik niet. Dat ligt in de dela. Als die me bellen, dan stop ik ermee. Oh ja, ja. Maar, en ze hebben nog niet gebeld. Nou, ze hebben mijn polisnummer, maar niet mijn telefoonnummer. Dus, maar die mensen van de Dela vonden dat zo'n leuk verhaal. Ja. Dus van de week komen ze bij mij in het café met een prachtige bos bloemen. Oh, dat meen je niet. En dat ze nog heel lang wachten om mij te bellen. Oh, dat is niet normaal. Ik denk dat onze Ger flink aan de polis betaalt. Want anders krijg je nooit een bos bloemen van zonder in staat. Ja, zoals ben je nog even bol, zeg hè? Ja, maar ik weet niet waar die bos vandaan komt, hè? Ja, dat maakt niet uit. Het was een mooie bos gehad. Ja. Was een mooie bos. Nou, hè? Heel attent. Hey, Ger, luister eens. Gij hebt toch wel een heel bekend caféke wat iedere Bredaner wel kent. Op het Martje natuurlijk. De grote markt in Breda. En, en buiten Breda ook, hè? Iedereen kent jou eigenlijk, hè? Net als onze Chris aan de haven kennen ze jou ook gewoon op Martje. En wat maakt nou bij jou jouw caféke tot echt jouw Breda's caféke? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, alleen de 40 vierkante meter, dus dat is sowieso wel heel gezellig. Gauw gezellig, ook als er 3 mensen binnen zitten. Dan is het, vorige week had ik 3 deurwaarders binnen. Hartstikke gezellig. Het was stikvol natuurlijk. Maar het is gauw gezellig. En onze bar is zo ingedeeld. Je hebt heel makkelijk contact. Oh, kijk, daar komt de gastvrouw. Oh. He. Dankjewel. Dankjewel, gastvrouw. Gooi maar wat door, hoor. Ja, doe maar. Dankjewel, menaartje. Zullen we even proosten, buurvrouw? Gaat-ie. Proost. Proost. Ga je zo wel mee? Illustris, kunnen jij je voor mij ondertussen... Ik heb wel een beetje dorst. Een lekker bittertje. Kunnen jij een lekker bittertje? Nou. Och, geweldig. Wacht. Tante Nel is bezig mee inschenken. Ik neem hem wel op, hoor. Ja. We hebben alweer een beller. Ja, hallo, Meemijn. Wat een huishouden. Hallo, met Mia. Och, Mia. Goedemiddag. Hoe is het, meid? Mia, Chrisje. Och, wat een gauwe. Wacht even. Ik verbind jou even door met Chris. Moment. Ik verbind jou even door. Even de kabel zo. Goedemorgen, Mia. Hey, Chrisje. Hoe is het? Ja, goed, schat. En met jou? Goed zo. Ja, goed. Ben je weer wakker? Is die onderbroek van jou die achter jou hangt? Die onderbroek? Ja? Nee, die heb ik van Geert Couvreur net, die heb ik uitgedaan. Nee, dit is de vuile noek. Oh, dit is de vuile noek. Die is pas gewassen, die is weer fris na gisteravond. Een beetje. Ja, nee, hij is... Die onderbroek? Hij is van Geert Couvreur. Is hij van Geert? Ja, zo te ruiken wel. We laten hem gewoon aan. We gooien hem in de loterij. Is hij schoon? Dan kennen ze bieden, dat is goed. Mia, hij is schoon. Hij is net gewassen, Mia. Hij hangt te drogen. Ja. En wat moet die kosten dan? Ik weet het niet. Doe maar een goeie bot. Ja, loodjes zijn 5 euro, hè? Loodjes zijn 5 euro, dat hoor ik net. Loodjes zijn 5 euro. Ja, zeker. Neem jij mee naar jou vandaag dan? Ja, dat mag allemaal. Wij zijn open vanaf 3 uur. Als jij nou meeneemt naar jou vanmiddag? Ja, zeker. Dat is goed. Dan kunnen we loodjes verkopen en dan gaan we daar... Bij opbod. Ja, ik ken die onderbroek weer. Oh jongens, aan de haven in Breda vandaag. Een opbod voor de onderbroek van onze ome Ger. Dat is een gekke worden. Ja, nou. Mia, ik vind het een briljante zet. We gaan een loterij doen. Komt helemaal goed. Toch? Hey, Mia, en heel bedankt voor het bellen, hè. Joe, weer een evenement aan de haven. Het is toch niet normaal, man? Oh, het is niet normaal. Ja, het kan je behoort, hè? Wat het tegenwoordig allemaal wel niet heeft. Want er is inderdaad een nieuw evenement aan de haven. Kantje boord. Ja. Mijn buurman was niet zo blij met de stickers, waar ik overigens niks mee te maken had. Oh ja. Maar dan moeten we even bij mijn buurman zijn. Ja. Maar kantje boord, het ziet er fantastisch uit. Dus voor de eerste keer. Helemaal leuk als je de brug overkomt, dat er nou eindelijk eens iets... In de wintermaanden ook te doen is aan de haven. Ja. In de zomermaanden heeft de haven eigenlijk helemaal geen uitleg nodig. Want dan is hij bruisend en dan hoeven we er niks aan te doen. Maar in de wintermaanden is het soms best wel saai. Is een groot trekgat. Net als bij het kerkje bij mijn buurman.
Maar ik bedoel, nu is het echt als je vanaf die kant de stad inkomt, dan gebeurt er wat en dan blijven de mensen aan de haven hangen. En ik ben er zeer tevreden over. Nou, het zag er echt gelikt uit. Ik vond het echt heel gezellig. Luister eens. Het middaguur is gepasseerd, hè. En kijk eens wat ze allemaal voor ons hebben weggezet, die goede gastvrouwtjes. Ja, we zullen ze samen ballen. Anders dan zijn ze lekker de ballen. Waar ga je? En hebben jullie al gehoord van mijn eigen worstenbroodjes? Een Tommeke speciaal. Ik heb ze meegenomen, hè. Wij gaan ze proberen direct, hè. Dus ik zou zeggen, lekker pakken. Lekker pakken. Wat is het echte Tommeke? Dat is het echte Tommeke. Dit zijn allemaal Tommekes. Deze, of allemaal? Allemaal. Oh joh. Ja, en dan een bitterballetje wil erbij, dat mag ook. Dus kijk maar wat je neemt. Ik ben vegetariër. Geweldig, dankjewel. Zijn vegetarische bitterballetjes. Maar dames en heren, je kan gewoon blijven bellen. Want de brandende vragen voor onze Gert, voor Chris, voor Tom of voor Snel. Gewoon lekker even trekken. Annie Mel. Ja, en je kunt gewoon bellen. Dus echt even een brandende vraag. Bel gezellig op. Ik zal nog het nummer zeggen. 06-577-7616. Dus 06-577-7616. Oh, hé. Hey. Oh, wacht. Och, wat gezellig. Oh, wacht. We hebben weer een telefoon, Tom. Doe de geheimers opnemen. Hallo, met wie spreek ik? Met tante Nel. Hallo, komt er maar in, hoor. Oh, ze zit in de auto, denk ik. Die zit denk ik in de auto. Ja? Ja, ik denk dat ze in de tunnel zit. Oh, pas op voor het verkeer in de toeter. Pas op voor het verkeer. Ja, er zit er een in de tunnel. Ik hoor zo'n dof geluid. Nou, ik hang hem gewoon weer op. Hallo? Oh, ja, we hebben verbinding. Met wie spreek ik? Hallo? Wie ben ik? Hey, tante Nel. Waar stond je? Ik ben Monique. Hallo, Monique. Heb jij een brandende vraag? Ja, ik heb een hele brandende vraag aan onze Tommy. Ah, dan geef ik de lijn even door. Oh, wacht even. Ik ga het makkelijk houden. Wacht. Want wij kunnen nog doorverbinden, hè. Och, kijk, dat is ideaal. Dan kan je lekker samen bellen. Ja, Monique, ik hoor jou nou. Hey, ja, hallo. Hey, Tommy. Ik kon niet achterblijven naar Antonia, hè, om te bellen. Oh, wat gezellig. Dat ga je al uit de veren, Benjo. Geen feestje zonder mij erbij. Hebben ze jou uit de klei getrokken, of wat? Zeg het eens. Ik heb een vraagje naar jou. Zeg het eens. Gaan we jou ook nog even bewonderen met je liedje vandaag? Nou, vandaag met je liedje niet. Ik maak geen reclame, maar morgen zijn we te gast bij het Zottenzangkot. Morgen. Oh. Maar heeft die Monique ook gevraagd over drank? Want dat was het onderwerp. Monique, luister eens. Ik wil zeggen dat jullie er goed uitzien samen zo op beeld. Monique, luister eens. Wat heb jij nou altijd al willen weten over drank? Zeg het eens. Over drank? Ja, ik lust dat niet, Tommy. Ik ben net als jou, hè? Nou ja, we kunnen altijd vragen. Alcohol. Hey, maar misschien dat onze gasten misschien ook virgin cocktails maken. Ik weet niet, hè? Dan ga je een virgin cocktail? Nou, ja? Ik wil wel een keer langskomen om met jullie te proeven. Ja? Als Monique dat wil, maken we alles voor haar, hè? Ja? Onze specialiteit is Spa Blauw bij Spa Rood samen. Spa Blauw? Oh, hé, de lekkere cocktail, hoor het? Spa Rood mee Spa Blauw samen. Speciaal voor jou. En drie ijsklontjes. Op maat gezogen. Oh, drie ijsklontjes op maat gezogen, Monique. Hé, wat denkt u daarvan? Dat moet hebben. Dromen, Gerrit. Hey, ik zit er elke dag klaar voor hem naar jullie te kijken. Oh, gezellig. Nou, Monique, maak er wat van, hè? Stik blij met jou. Meid, Monique, maak er een mooi feestje van. Rij veilig, hé, en succes in de volgende tunnel. Houdoe. Oh, wat gezellig, hè? Oh, het is niet heel leuk, zo gezellig. Okay. Hé, luister. Ja. Het is natuurlijk carnaval. Ja. En... wat is nou, ik ben wel eens benieuwd, hè, bij dat café aan de haven en bij dat café op de markt. Wat is nou een drankje wat echt het meeste loopt mee de carnaval? Pils. Ja, toch wel een pilsje. En bij jou, Chris? Ja, pils blijft, hè, dat zei ik net al. Hè. Pils is dat toch altijd de hoofdmoot. Maar ja, shotjes, mixen, Bacardi's, van alles, alles gaat er doorheen. Maar hoe laat komen die mensen dan bij jou binnen? Want als ze dan toch 's middags komen en ze gaan 's avonds laat weg, gaan ze dan doorpilzen of doen ze een beetje verdunnen dan? Ja, blijft aan de lopende band. Maar naarmate de uren later en later worden, dan wordt het steeds meer weer sterker drank, hoor. Okay. Mensen zijn op een gegeven moment de pilsbeu. Ja. En dan schakelen ze toch over de mensen die niet naar huis willen dan. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Rick Gerritsen waar ik het net over had. Die gaat dan aan de bako's en dan krijg je de andere dag zo'n kleine vogel aan de telefoon. Och, waar ik nou zo benieuwd naar ben. Nou. Een echte kastelein, hè? Ja? Die kan altijd, als de klanten al binnenkomen, dan kan die bewijzen van dat dranksknal op de toog zetten. Maar hoe onthoudt een goede kastelein dan nou? Want jullie hebben wel zoveel mensen. Bekant heel Breda, half Nederland komen bij jullie. Dus hoe onthouden dat? En mensenkennis. En als de mensen dus elke dag bij ons komen, dus bij Chris, bij mij. Als ze twee keer geweest zijn, dan weet je wat ze willen hebben. Ja, ik vind het heel knap. Makkelijk. Ik vind het knap. Ja, niet om het een of het ander, maar zeker op jouw leeftijd vind ik dat knap. Ik had dat vroeger in mijn kiosk ook. Dan kwamen de mensen aanlopen...
En dan lag er het pakket al klaar wat ze altijd moesten hebben. Dat meen je niet. Nou ja, kijk, maar dan ben je wel een goede kastelein, hè? Zeker weten. Ja, kijk. Ja. Maar wat ik echt eigenlijk een beetje wil vragen. Kennen we nou met z'n vieren niet een speciaal carnavalsdrankje ontwerpen? Even nu ter plekke. Dat heet ontwikkelen, hè? Dat is niet ontwerpen. En dat dan kijken of dat ook loopt. Ik heb wel een voorstel, hoor. En? Nou, dat zou dan ijsthee zijn. Ja? Met een vleugje rosé. Oh. Een beetje Malibu cola en een schrobbelaartje, denk ik. Nou, dat lijkt me een lekkere. Een rood portje. Of een rood portje. Ja, maar, want als je maar, toch maar dat mixt niet goed, hè? Met die, nee? Met die drankjes van ik jou. Ik zeg altijd maar zo, met sherry en port weet er nooit wat wordt. Hey, luister, zullen wij gewoon een keer even een date maken naar carnaval? Dat we daar een nieuwe drankje gaan ontwikkelen? Ja, dat wil ik wel proeven. Zolang ik vind tante Nel de kleren aanhoudt, doen wij mee. Nee, ik hou altijd mijn kleren aan, dat weet je. Oh, ik moet er niet aan denken, zeg. Verschrikkelijk. Waarom kleren uit te doen? Maar luister, hoe houden carnaval nou vol, jullie? 5, 6 dagen ben je in de weer? Ja. En jij dan? Jij doet het toch ook? Zes ja, dagen? Maar hallo, ik mag af en toe zitten. Volgens mij staan jullie heel de tijd. Wij houden ook veel pauze, hè? Elke foto die ik in de krant zie, of waar dan ook, tante Nel staat voorop. Dus wat ach, dat was maar één foto, Ger. Daar ken ik toch niet meer met binokkels. Dan gebruiken ze steeds dezelfde foto dan. Ja, ik denk was nou het geheim? Was nou het geheim om dat vol te houden? Nee, laat ik vooropstellen dat je zelf niet te veel moet drinken, denk ik. Want anders hou je daar echt niet vol. Hè. Daar kan ik aan mijn collega vragen die al 35 jaar in het vak zit. Heel veel respect voor overigens. Dank je wel, hè. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje automatische piloot. En ik ben dan 30 jaar jonger, 40 jaar jonger. 50 jaar jonger, zullen we even doorgaan. Maar ja, hoe jij daar volhoudt, dat vind ik echt... Hoe jij daar volhoudt, dat vind ik echt fantastisch. Ger, dat doe je echt fantastisch. Ja, nou, dat zeggen de gasten ook. En daar ben ik altijd blij mee. Zeg. God, Ger, dat jij dat toch nog volhoudt. Ja, ja Ger, dat maar was nou dat geheim? Zeg het eens even. Was dat geheim? Ja, ik denk dat hij het niet ook wil delen. Ook tijd pilletjes vragen aan een dokter om het vol te houden. Ja, maar weet, volgens mij, jij hebt een hele sterke vrouw naast jou. Gelukkig en wel, ja. Ik was er een keer, ik was zo nieuwsgierig. Ik denk, wanneer eten die mensen? En toen vertelde Mary aan mij, dat zei die avond ging ze van jou lekker bloemkool nog koken en aardappel en een lekker stukje vlees. Maar dan hebben we het over 3 uur s'nachts, hè? En een goede bolium. Ja, maar dan gaat hij om 3 uur s'nachts nog eten, hè? Dat meen je niet. Met carnaval, ik ben zo'n rare carnavalsvierder. Ik heb niet ontbeten vanmorgen. Ik heb nou de tommetje, die doe ik direct in 2 keer. En och, als ik zeg, wacht, och, de telefoon gaat. Hé, wie is daar nou weer? Nou, we hebben een bel. We hebben echt leuk. Ja, hele goede middag, Meemijn. Hey, goedemiddag. Oh, met wie spreek ik? Met Sharonneke. Oh, Sharonneke, wel gezellig. Hoe is het? Ja, goed, en met jullie dan? Oh, het best uithouden hier. Beetje warm, maar... Ja, dat zie ik. Och, ja, jullie hadden mijn vraag bijna beantwoord. Wacht even, Sharon. Ik maak de lijn even dubbel. Ja. Ik doe de 2. Doe even de... Oh, ja. Hey, Sharon. Oh, wat gezellig. Hey, nou... Ja, kijk, hier hou ik van. Oh, ik hoor jullie in stereo. Ja! Luister eens, die noemen ze nou een trio-gesprek. Nou. Oh, wat lekker. Lekker, hé. Oh, zo lekker. Oh, wat lekker. Dat is maar, een hele beleving. Sharonneke, dan ga je ook een leuke vraag voor ons over drank dan, hè? Ja, over drank. Maar jullie hadden mijn vraag bijna beantwoord, maar... hoe houden we nou 5 dagen carnaval vol? En wat moeten we dan 5 dagen drinken? Ja, dat is een vraag aan Ger en aan Chrisje. Want daar is wacht, we verbinden nu even terug. We verbinden. Ger, zoveel... Ah, Ger, hier, wacht. Die is dichterbij. Oh. Wacht, ja, hallo, ja. Komt ie, ja. Zoveel mogelijk drinken. Waterzakjes. Oh, waterzakjes, oké. Okay. Of spaat je rood? Waterzakjes, maar er zit water in. Ja, half water en half bier, hè, Sharonneke. Ja. Mij noemen ze altijd de waterzak. Ja, ik zou gewoon af en toe een blikje energiedrank Red Bull tussendoor doen. Kijk. Wordt er een reclame maken? Of gewoon puur bier? Nee, ja. Dus moeten zeggen, 2 van die blikjes. Oh, 2 van die blikjes. Oh, 2 van die blikjes. Ja, 2 van die blikjes. Af en toe even wat suiker tussendoor. en even goed een patatje, een frietje en even een frietje met. Even lekker een balkje. En als die balkje tussendoor van de Haagdijk. Ja. Dat is geen reclame. Wel van de nieuwe Haagdijk. Ja. Of een lekker tommeke. Ja, lekker. Ja, je moet altijd een goede boeien mee hebben. Dat is hier op de Haagse markt, hè? Ger, geef ze eens even. Dat is wel van de bakker, hè? Ja, Sharon, we pakken jou weer even over, ja, hè? Sharon, want die gaat uit de klauwen lopen. Dan moeten we boeren.
Nee, maar mijn advies is, je begint 's morgens mee een goede boeiem, goed ontbijtje. Ja. Tussendoor een beetje rusten. En dan, ja, je giet er gewoon in waar je zin in hebt. Want als het lichaam zegt, ik heb hier nu zin in, nou, dan kan het binnenhalen. Dan moet het gewoon Jeroen, nemen. Nee, dat vind ik ook. Jeroneke, zette jij koffie mee de Senseo? Nee, joh, mee bonen. Oh, mee bonen. Luister eens, dan moet er gewoon uw kopje voor de helft voldoen mee bonen, uw kopje. Ja. En dan giet er gewoon lekker op mee heet water, goed heet. Ja. En dan lekker kloppen. Hé, hey, dat wordt stiksterke koffie. Ga ik om heel de dag door? Oh, dan kunnen we ook niet meer dicht krijgen van de koffie. Ik ga het gelijk proberen. Nou, Sharon, het was gezellig. Bedankt voor het belletje. Fijne dag, in meid. Ik hoop jullie ook eens. Maak er een mooi feestje van, de meid. Houdoe. Houdoe. Och. Nou ja, ja, volgens mij wel. Ik heb niet eens gevraagd waar ze vandaan komt, maar ze klonk wel gezellig. Hey, Meles, dus jullie weten wel van alle, jullie zijn van alle markten thuis, hè? Was dan het geheim achter de goede kastelein dat toch dat pilsje stappen? Ja, ja, en de mensen bezighouden, vermaken op een leuke manier. Hoe doe jij dat? Dan heb je een wisselwerking. Ik ben benieuwd. De gasten die vinden het leuk als wij gek doen. En wij vinden het leuk achter de bar als de gasten gek doen. Dat is een wisselwerking. Dan heb je ook nooit geen gezeur. Maar ze hebben respect voor je. Ik hoef nooit naar de deur te gaan, ja, om dicht te doen om 2 uur. Ja, maar dat is ik hoef nooit, maar hoe? Nooit iemand buiten te zetten. En dat is hoe houden gij ze? Kijken. Hoe vermarkte gij ze binnen? Ja, ja, een beetje op de fles rammelen. Spiegelen, hè? Op de fles rammelen. Hoe waar heb je dat gelicht? Nou, dat zal ik jou vertellen. In Amsterdam, toen zat ik nog niet in de horeca. In Amsterdam waren we over het Leidseplein, hadden een café. En een vrij grote bar en een kleine ober. En daar zingen ze ook allemaal. En op een gegeven moment ging die kleine ober, die pakte een krat. Die zette niet achter de bar, dan ging die opstaan. En die begon op de flessen te rammelen. Dus ik begon het café. Ja. En ik dacht, dat is wel leuk. Maar ik was niet zo bij de hand. Ik had allemaal verschillende glazen achter de bar. Och jee, maar, toch. Ja, alle glazen stuk. Nee, het zit er op deze plaats niet uit. En ik sla al die glazen kapot. Dus dan ben ik die flessen gaan gebruiken. En de laatste fles is een Hoge Zeger. Daar sluit ik altijd mee af. De Hoge Zeger? Dat was de fles Jonge Klare. Oh. Maar ja, die sloeg ik ook geregeld kapot. Dus alles over de bar. Een man die had een paar borreltjes te veel op. Die zei tegen mij, jij bent ook gek, hè, Ger? Ik zei, hoezo? Hij zei, een fles Jonge Klare. Kan nou zo'n fles pakt, doet er water in. Als je dan kapot gaat, dan... Ja. Ja, daarom. Dat kost niks. En ik heb sindsdien nooit meer één kapot geslagen. Oh, zo wat te kijken. Nou ja, luister eens, ik rammel altijd mee het klokkenspel, maar nooit met de flessen. Ja, als je ouder wordt, ik denk dat we dat dadelijk verder moeten voortzetten. Dan vervangt dat, hoor. Dan hoor je niks meer. Nee, dan hoor je niet zoveel meer. Hé, Ger, hoeveel maakt... Of Ger, onze Chris natuurlijk. Hoeveel maakt jij nou jouw gasten in het café? En dat, nou, is al, dat is heel simpel. Dat wilde niet weten. Nee, dat is gewoon heel simpel. De mensen die bij mij binnenkomen, die lijm ik gewoon vast aan de krukken. Zodat ze nooit meer naar buiten komen. Ja, en als ik dan de andere dag weer binnenkom, dan zitten ze nog steeds op die kruk. Ja, dat is lekker makkelijk. En ze mogen nooit meer weg bij mij. En ik heb daar rammelen op die flessen heb ik in het begin een beetje geprobeerd. Maar ja, ik kan niet alles kopiëren van die meneer. Nee, natuurlijk. Dat kan niet. Dat dus kan ja, niet. Zo heb iedere kastelein zijn eigen geheim. Nou, ik denk gewoon zeker als vorige week kwamen er twee klanten binnen. Die hadden een kruk op de kont hangen. Die kwamen die van jou af. Van mij. Ja, die komen van mij. Ik lijm ze gewoon vast. Ik weet zeker, als onze Gerrit stopt bij deze, dan zijn die flessen waar hij op rammelt voor jou. Dan kun jij het gewoon voortzetten. Ja, ik denk dat er wel heel veel zijn inmiddels na die 35 jaar, hè. Ik denk dat we daar heel de grote markt mee kunnen vullen met die flessen. Ja, maar ik doe niet elke keer nieuwe, hoor. Nee. Oh, dat zijn al oude flessen. Nee, dat ligt eraan hoeveel wat erin zit, hè, voor de toonhoogte. Ik was even contactloos. Och, ja, maar dat hadden we wel eens. Mijn oren vielen eruit. En luister eens even. In een café. Tegenwoordig is de carnavalsmuziek eigenlijk een beetje meer... apres-ski muziek noem ik het maar even. Nee. Maar nee, als kastelein, wat is nou jullie ultieme carnavalsmuziek? Of was nou het favoriete carnavalsnummer? Het is van Houd hem vast, Katharina. En bij ons dan op de keukendeur. Houd hem vast, Katharina. Echt de Brabantse meedijners. En niks. Wij hebben geen apres-ski. Er zijn cafés, ja, die hebben een jong publiek en zo. En die doen wel eens een wat ik het heb. Die hebben dan een discjockey. Ik heb geen discjockey. Jij doet het allemaal zelf. Ik ben mijn eigen discjockey. Dus jij bent meer een vintage café. Yes. Oh. Oké, maar daarom hebben maar jullie ook samen gezet. Maar wel gezet, de muziek hè? Keihard, hè? Ja, en onze Chris. Zeker. En onze Chris, hoe zit dat bij jou? Nee, ja, de Ger legt dat natuurlijk heel goed uit. Mijn mooiste carnavalsplaat is Ja, ik voel het al. Maar goed, de tijd verandert. En luister eens even, tussendoor voelde ik het al een beetje. Ik voel het al heel lang. Ja? Ja, sinds dat jij mij aankijkt, voel ik alles. Oh, nou, dat wordt echt gezellig hier dadelijk. We gaan verder naar de uitzending.
Nee, maar ja, ik bedoel, de tijden veranderen en inderdaad het publiek verandert. En bij mij zit er inderdaad een stuk jonger publiek binnen, als bij Ger misschien. Ja. Maar dan moet je met je tijd meegaan en de tijden veranderen, dus ook de muziek verandert. Ik denk wel dat er vroeger veel mooiere muziek gemaakt werd. Ja. Maar muziek anders, van anders. Vroeger draaien we nog steeds. Maar de muziek die nu uitgebracht wordt, die draaien wij over 40 jaar echt niet meer, denk ik. Met uitzonderingen daar gelaten. Maar ja, de mooiste van dit jaar vind ik zelf Handjes, Handjes, Bloemetjes Gordijn. Oh ja, dat is geweldig. Lamme Frans. Oh, geweldig. Fantastisch. Geweldig. Ja, voor mij echt de beste dit jaar. Nel, hij gaat gloeien. Hij gaat gloeien. Ja, oh, ik voel hem gloeien. Wacht, ik neem hem weer op, hè. Volgens mij weer een beller. Ja. Oh, ik was de beller al voor. Is deze. Hallo. Het is die. Hallo, Mimijn. Wacht. Hallo, jullie. Hey, hallo. Met wie hebben wij hallo, aan ben je Cora? Hallo. Oh, ben jij van de ballen? Van de ballen? Ja, ja, je kent ze toch wel van de bitterballen? Oh. Ik maak hier reclame, maar het is Cora nog. Oh, wacht even. Nou, dan doe ik. Ik zet er even de microfoon bij. Hey. Hallo. Hallo, jongens. Hoe is het daar? Och, stikgezellig. Ja, nou jongens, ik ben gewoon helemaal aan jullie verknocht. Wat zien jullie er prachtig uit? Oh, och, nou dankjewel. Oh, nou en hoe zie de gij eruit, Cora? Nou, ik heb nog net mijn pakje nog niet aan, dus het is nu nog een flanelletje. Ja? Maar straks en onder dat flanelletje? Ga ik over op een ander flanelletje. Hey, Delke, waar ga je onder het flanelletje? Zeg het eens. Mijn eigen Tamino. De Tamino? Oh, ga je gewoon vandaag als Tamino? Ja, ik heb een eigen postorderbedrijf ben ik begonnen. Ja. Dus ik ga als mijn eigen pakketje. Ali heb ik niet nodig. Ik ga gewoon vanuit oude PTT-gebouw vertrek ik. Met al mijn eigen pakjes. Zo. Oh, dus ga ik al als postzak? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat vind ik origineel. Allemaal eigen pakjes. Dus ga je naai er flink op los, Cora. Ja, ik naai hele dagen. Oh, zo. Oh. Dat is stik vermoeiend. En net al verkering, Cora. Ja, een beetje wel. Maar hij was gisterenavond, heb ik hem willen verleien. Oh. Maar ja, toen kwam André binnen en toen dacht ik, ja, ik heb toch eigenlijk liever André. Oh, dus ga ik... Maar die geef hem even, André, hier redde André. Oh, echt? Ja, hij is er gewoon. Goedemiddag, mevrouw Van Dongen. Oh, ga ik ze? Ja, ik ken ze zeker. Oh. Onze kool. Of is een echte scharrel, of is een echte. Ja. Je kan ze beter ADHD van Dongen noemen. ADHD van Dongen? Jazeker. Oh, wat denk je? Maar Chris, nou was ik gisteravond zo mooi. Ik had een overjarig pakje aan. En het toch voor al die andere vrouwen gekozen. Oh. Ik snap jou niet. Hé, hey, Cora, ze zetten hier ter plekke voor jou een nummerknop. Ja, knallen met die ballen. Ik denk, waar hoor ik in ene? Ik kan jullie niet verstaan. Ja, dat komt omdat wij muziek op hebben. Knallen met die ballen, dat is speciaal voor jou. En dan zingen ze al, Cora, Cora. Knallen met die ballen. Cora, Cora. Oh, André vindt het ook leuk, hoor. Je bent zo gezellig, hè. Jij hebt zoveel stof, hoor ik wel. Bel morgen even terug, anders kennen we geen tijd meer aan Ger en Chris besteden. Ja, wilde jij dat doen, Cora? Belde jij ons morgen weer? Oh ja, Ger, doe Ger. Tot ja, morgen, oh, stikgezellig. Hey, tot zo, Cora. Even nog één laatste vraag. Meeuwe Postzak, welke wijk doe je vandaag? Ik heb vandaag de binnenstad. Oh, de binnenstad. Nou, dat komt helemaal goed bij jullie. Tot vanmiddag, Cora. Kom goed, hè, jongens. Houdoe. Houdoe. Bedankt, hé. Oh, misschien krijgen ze nog verlaten vallen tijdens kwart. Over ballen gesproken, willen jullie lekker balken? Nee, ja, dankjewel. Heb je gezien wat een lijntje daar ik ze heb? Ze komen recht uit de vriezer, hè? Ik heb gezien. Ja. Recht uit de vriezer. Lekker, lekker. Hé, hey, maar waar hebben we het allemaal niet over gehad? Oh ja, hebben jullie elk jaar een bepaalde traditie waar je aan voldoet? Oh, daar hou ik van, tradities. Ja? Nou, die heb ik heel lang gehad. Toen ik 35 jaar geleden begon, toen was het haringhappen helemaal uit. Daar ben ik mee begonnen. En ja, nu inmiddels doet iedereen aan haringhappen. Ja. Dus als je dan 250 haringen in een huis haalt en ze kunnen overal haringen eten, dan komen ze bij je, je hebt een hele lekkere haring, maar op een gegeven moment blijf je er toch met 150 zitten. En dus wij hebben nu gezegd, wij blijven woensdag, we gaan lekker schoonmaken, we doen geen haringhappen. En als we op tijd klaar zijn met schoonmaken, dan gaan we ergens anders een haringje happen. En dan donderdag ook nog even de restant van de haringen happen, elders. En dan gaan we er vrijdag weer tegenaan. Ga kijk zo naar Chris. Oh. Komt hij dan bij jou, Chris? Nee, maar die woensdag dan doen wij ook geen haringhappen. Nee, dat hebben we wel gedaan. Maar wij doen dat dan weer een zaterdag. Oh ja.
Ja, wij hebben onze eigen tradities natuurlijk. Hè. Oh, dat kunnen we even bijkomen. En wat zijn bij jullie de tradities aan de haven? Ja, nou ja, wij beginnen altijd vrijdags met de carnavalsopening. En die wordt ieder jaar groter en beter. Het was van jou slecht, hoor. Heel erg slecht. Vooral heel erg duur, zo'n nummer. Maar goed. Die gaan niet aan jouw eigen. Nee, die heb ik nog steeds niet van mezelf. Nee, die heb ik aan Bridget mee moeten geven. Dus de zwakste schakel. Maar, carnavalsopening. Op dinsdagavond hebben we natuurlijk de poppenverbranding voor de deur. En daarna hebben we dan weer twee leuke artiesten. Niet hij. Je bent er goedkoop zeker, hè? Die komen optreden bij ons. En dan zit onze carnaval erop. En dan zaterdag daarna hebben wij dan haringappen. En dan... alles wat we overhouden, dan gooien we daarna weer in de haven. Gooien we in de haven. Als er nog een visser kijkt, dan weet je wat er te doen staat. Of wat is jouw traditie? Mijn traditie? Zeg het eens. Ik zit meestal in de kerk. Oh? Ja. Ik begin altijd in de kerk en ik eindig altijd in de kerk. Nou, luister eens, ik ook. En weet je wat ik woensdags altijd ga doen? Nou? Dan ga ik altijd een askresje halen. Een askresje halen? Ja, luister eens. Nou, dat is als volgt. Er loopt in de binnenstad iemand rond met grote emmers. Die haalt alle asbakken leeg. Nou valt dat niet meer mee, want zoveel asbakken zijn er niet meer binnen. Ja? Ze zijn allemaal leeg, dus buiten. En dan worden allemaal bij de kerk ingeleverd. En dan kunnen jij gewoon woensdags lekker doen ze zo met zo'n vingertje in dat as. En dan krijg je een askresje. En dat vind jij lekker? Dat is traditie. Oh, dat is traditie. Nou, heerlijk. Ja. Nou, ik ga liever een haringje appen, hoor. Ja. Ja. Oh, weer een beller. Oh, nou. Even wachten. Even. Hallo, gesprek met Juan Nuishouwen met Tante Nel. Hoi, Tante Nel. Ik heb een vraag aan je, Tante Nel. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Donderdags wel eens. Hoi, Tante Nel. Met Miri. Miri. Hey, Miri. Oh, Miri. Toevallig Miri Borsato? Nee, Miri is je vals, denk ik. Nee, dat niet. Maar ik heb een vraag aan jullie. Oh. Wanneer doen jullie wel eens woensdag de pullenavond voor de vrouwen? Pullenavond voor de vrouwen? Ja. Nou, ik dat zou zeggen, Miri... Is dat wel? Ja. Bij jullie is dat niet op straat. Dat er optreden is voor de vrouwen. Alleen maar voor de vrouwen, niet voor de mannen. Niet voor de mannen. Nou, Miri, ik zou zeggen, zullen we het gaan organiseren? Dat is discriminatie. Ik vind het leuk. Een pullenavond. Nou, een pullenavond voor vrouwen. Ja, waarom niet? En waarom mogen daar geen mannen bij dan? Dat is discriminatie, hoor. Alleen maar vrouwen. Oh. Miri, onze nome Ger vindt discriminatie. Die vraagt waarom het alleen vrouwen zijn. Ja, dat is in Limburg. Is dat normaal? Dan is alleen maar de vrouwen en de prins en de Ricardo. Dus de vrouwen gaan mee de prins aan de haal en de mannen blijven thuis. Het lijkt André Hazes wel, ook zo nog. In de hemel, in de hemel, in de hemel, de douwe van die. Je kent de tekst ook verder niet. Nou, Miri, ik ben voor. Ja hoor, ik ga... Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne carnaval. Ja? Dankjewel, Miri. Ga je ook, hè? Volgens mij in Limburg, hè? Ja, uit Limburg, Jules Touhera. Ja, zo, en hoe? Ja, nou, Miri... Ik hoor het niet goed. Zeg het nog eens. Ik heb hem omgedraaid. Zeg het nog eens. De shoes to the hair. Ja, dat hebben we toch wel? Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, nou, dat doen wij ook. Ja. Miri, bedankt. Hi. Nee, luister eens. Ik heb geen haaien, man. We hebben alleen een kommetje. Ja, oh, ja, dat is ook nog een heel verhaal. We konden niet aan vissen komen. Ja, ik wilde goudvissen. Want ik dacht, dan noem ik de ene Ad en de andere Hans. En dan wou ik een diepte-interview doen. Maar dat mocht niet, want dan kraden de dierenbescherming allemaal op het dak. Dat mag allemaal niet meer. En toen kon ik geen vissen vinden, maar wel flamingo's en eenhoorns. Ik denk, nou, dat kleurt toch lekker? Wat vind je ervan? Gaat er beter een haring in kunnen gooien? Ja, dat doen we woensdag. Woensdag dan is het haringhappen uit de vissenkom. En dan gaan we nog één in de aanbieding. Ik ga vanavond met mijn engeltje buiten zitten. Oh? Voor de deur. In de haven. Zal vast nog wel een haring. Of een tentharing. Kan ik er ook nog in gooien. Met je engeltje of met je hengeltje? Wat zei je nou? Allebei. Dat ligt eraan. Ja. Wat het doet vanavond. Hoeveel shotjes er vanavond in gaan, dan zullen we het nog eens bekijken. Nou, ik zou zeggen tegen die klanten, douw er even een paar extra shotjes in, want dat wil ik zien. Hey, luister eens. Ik was gisteren met jou lekker op de Tour Le Jour. Hè? Ja. En we waren samen bij het Klune, pas geleden. Ook nog. En weet je wat mij nou opviel? Nou. Er was gewoon heel veel feestvolk waar niet uit Kielegat kwam. Ja. Uit Breda. Ja. Hoe ervaren jullie dat in het café? Hele bussen. Niet normaal, hè?
Den Haag. Ja, zolang ze bier bestellen, maakt het mij helemaal niks uit, hoor. Gisteren hadden we nog één naar met Docht. Of zonder kaart. Oh ja, uit Docht hadden we ook nog. Maar dat komen ook allemaal bij jullie in het café, of blijven die allemaal buiten? Niet allemaal, ik heb maar 40 vierkante meter, hè, maar sommigen wel, ja. Die komt er niet bij. Hey, Ger, en die trap is naar jouw VIP-room? Nee, dat is een Engelse trap, die draait linksom, hè. Oh, die draait linksom. Ik heb altijd gedacht dat dat boven de darkroom was. Nee, boven is de kelder, schat. Is boven de kelder? Ja, oh, draai het eens om. Ja. Dat komt en bij de jou bovendieping af. Is beneden. Oké. Okay. Eronder. Ik weet niet wat ze in mijn glasje hebben gedaan, maar voor een heel raar gesprek. Hey, luister eens, in het café, hè, want jullie café, tegenwoordig zijn het allemaal van die rouwdouwers. Er moet natuurlijk van alles aangepast worden in het café, om dat café een beetje heel te houden van na de carnaval. Maar hoe breng je nou die goede carnavalsfeer in het café? Ja, goede muziek en zelf vrolijk zijn, dat is het enige. En ook nog een slingerke, Ger, of... Ja, en helemaal niet zo uitgebreid. Gewoon een slingerke, een poppetje daar. En de dingen die ze weg kunnen halen, moet je wel weghalen. Is het echt zo? Zelfs het bordje van een of ander merk voor de deur geopend of gesloten. Was gisteren weer pleiten. Nou, wat moest dat? Maar ze doen er helemaal niks mee. Die willen gewoon dat jij altijd open blijft. Ja, dat kan wel zijn. En bij jou, Chris, hoe zit dat bij jou? Nee, ja, goed, ik denk dat het geheim van een goede carnaval vooral zit in een sfeer maken, muziek inderdaad. En die slingers aan het plafond, dat is allemaal leuk. Maar ze vinden het ook leuk om het er allemaal af te trekken en doen. Dat is 5 minuten, heb je daar 3-4 dagen je best op gedaan om die slingers aan het plafond te krijgen. Waar. Met al die punaises, verschrikkelijk. En dan is het 1 minuut en dan is alles eraf. Dus ja, een goed glas bier, leuke muziek, sfeer, gezelligheid. En, maar is dat nou niet zo, zeg maar, op de markt of op de haven, dat ze alles mee schotten? Och. Wacht. Ik denk dat we hebben dan een bellen. Even wachten. Maar het is niet zo dat ze, zeg maar, alles dicht timmeren. Nee, wij niet. Moment. Wij in ieder geval niet. Oké. Het waren er 2, Tom. Ja, hallo, mee mijn. En mee mijn. Met Toos uit Prinsenbeek. Och, Toos. Wat leuk Tommy. Dat jij belt. Hallo Tommy. Och, lang hoe niet is gezien Toos? Wegens omstandigheden, maar ik ben blij jullie te volgen via tv. Oh, nou, dat horen wij heel graag. Dat doen we het voor, Tom. Ja? Dat doen wij het voor, Daar doen we het voor. Hey, Toos, wilde goed jullie hier te zien. Wilde jij nog dat wij wat leuks tegen jou zeggen? Want we zitten nou toch voor de camera. Ja. Nou ja, ik heb je gemist, dat wil ik even laten weten. We komen dadelijk wel even langs, ja? Toos. Ja, geef straks jouw adres maar even door. Ik bloos er allemaal van, Toos, echt waar. Ik bloos ervan. Geniet ervan, jongen. Dankjewel, Toos. Dankjewel, hey, en doe ze de groeten in Boemeldonk, hè? Oké, jongen. Houdoe. Beste voor allemaal. Houdoe, beste. Ja, nou, je kunt er maar beste van Toos maken, hè? Oh, stikgezellig. Krijgen jullie wel eens telefoon uit Prinsenbeek of niet? Ja, net nog. Oh, heb je goed kunnen. Oh ja, joh. Ja. Boemeldonk, hè? Ja, ik wist niet eens als een Prinsenbeek telefoon had. Weet je wat ik nou heb? Ik doe nog even een oproepje. Want weet je wat het nou is? Nou. Ze bellen ons allemaal gezellig. Maar hey, we hebben hier 2 deskundigen zitten uit de Torica. Anderhalf uit Torica gebied. En ze kunnen nog steeds bellen met lekkere vragen. 0657776616. Dus 0657776616. En jij kunt gewoon gezellig met ome Ger of met onze Chris aan de lijn zitten. Ja, dus lekker bellen. Maar Tommeke. Ja, zeg het eens. Ik denk dat ik straks nog een drankje ga doen, want het klonk zo lekker. Ja, dat is ook. Ga jij dat dadelijk ook nog doen? Ja, ik heb nog wel een gatje in de agenda. Ne? Ja, hè? Ja. Ja, ik denk dat wij straks nog... Oh, god, hier alweer. Wacht, even geduld. Maar ik denk dat wij wel... Het is de wachtknop, hè? Ik denk dat wij nog wel even komen. Ja. Oh, gezellig. Ja. Neem de gij op? Ja, ik neem wel op. Oké. Hallo, met wat een huishouden, met tante Nel. Hallo. Met wie? Met Anneke Kiekens. Met Anneke Kiekens? Ja. Och, Anneke, waar moet ik kieken? Ik wil Ger even spreken. Ik kiek heel de tijd rond en ik zie niks. Waar moet ik kieken, Anneke? Wat ben je? Ik ben thuis. Je bent thuis. Maar heen aan. Thuis bij de struis. Thuis bij de struis. Oh, is dat ons Anneke? Het is ons Anneke van de struis. Ja. Oh. Anneke Lester is Anneke Lester. Hallo Anneke. Hallo Kulleke. Anneke, zal ik jou doorverbinden met Chris of met Ger? Of met allebei? Wie wilde? Doe maar met allebei. Nou, dat gaan ze. We doen. Oudoe. Hallo. Hey, Anneke, wat heb je van de week toch weer geweldig gekookt voor ons? Ja, het was super.
Ik heb jou gezocht. Ik dacht, ja, ik zeg tegen jouw man, zit ze nou onder het fornuis? Hij zei, nee, ze is gewoon thuis. Ik zeg, oh, ik vind die frietjes stoofvlees altijd heel erg lekker bij de struis. Met die nasiballen erbij. Vind je ook niet? Nee, nasiballen waren nog niet klaar. Ja, dat is altijd heel erg klaar, ik had niet gekookt, maar ik had gekookt. Hey, de Albert is er ook bij aan een andere lijn. Goedemorgen, ja. Albert. Wij doen ook even samen bellen, hè? Nou, gezellig. Hebben we nog een vraag? Een vraag? Ja, een leuke vraag. Ja, niet te zat worden, nee, Kulkes. Wat zeg je? Niet te zat worden, nee, Kulkes. Dat is geen vraag, hè? Dat is een mededeling. Ja. Oh. Een opdracht. Nou, doe maar eens een leuke vraag, denk ik, voor de geest. Want wij gaan met de witjes op stap, hè? Jullie gaan naar Vlissingen, heb ik gehoord. Nee, jongen, naar Middelburg. Oh, naar Middelburg. Maar wat moet je dan met carnaval in Middelburg doen, Ger? Omdat de van Vlissingen naar Besken, die boot, die vaart niet meer. Daarom gaan ze naar Middelburg. heel verstandig. Maar ja, als je toch het kielengat uitgaat met carnaval, dan is het toch iets niet helemaal... Dan is het niet helemaal goed. Maar was dat nou een vraag dat zij naar Middelburg mag? Of was dat ook weer een mededeling? Ik denk het. Anneke, heb je ook nog een vraag of zo voor jullie? Ik ga ze even naar jou geven, Nel. Oh, ja. Nee, maar ik wou ze gewoon even spreken, mijn schatjes. Misten ze? Oh, ze misten ze. Ah, nou, lief kind. Anneke, heel veel plezier dan in Zeeland. Hé, hey, luister eens, Anneke, luister eens. Oh. En wij zijn van die lekkere babbelaars. Hè? Maar als we stilvallen, dan willen we wel van die Zeeuwse babbelaars. Ik wou niet kunnen zeggen, die meenemen lekker. Voor ons? Ik neem wel Zeeuwse babbelaars mee voor jullie, hoor. Oh, dat vind ik fijn. Oh, dat vind ik fijn. Lekker. Nou, maak er iets gezelligs van, Kul. Ja, en jullie ook heel veel plezier, hè? Dat gaat goed komen. Dat komt goed. Houdoe. Dag, struisje. Oh, hey, maar dat brengt me eigenlijk tot de volgende vraag. Hebben jullie een favoriete klant dan? Dat mag eigenlijk niet, want iedereen is gelijk, maar stiekem. Nee, ik heb geen favoriete klant. Nee, ze zijn jou allemaal naar het hart. Even dierbaar. Oké. Ja, ik heb wel een favoriete klant. Oh, nou komt ze, hoor. Degene die... als eerste binnenkomt, dat is vaak mijn meest favoriete klant van de dag. Ja, nee, maar ik snap jou. Ja, dat is heel belangrijk. Die eerste klant, die maakt mijn dag altijd. Ja, want als je niet komt, dan komt de rest ook niet. Dat bedoel ik. En als, dat is waar. Ja, dat en als die deur open gaat en ik krijg mijn eerste klant binnen, dan denk ik, oh, wat heb ik toch een fantastisch beroep. Ja, hè? Ja, en op het moment dat het er twee horen, dan ben ik gelijk ook weer klaar. Dan denk ik, ik ga nou maar weer weg. Maar ik bedoel... Hey. Ik ben altijd blij met die eerste klant. Ja, maar dat fantastische beroep, dat snap ik. Hè. Maar nou even, waar houden nou stiekem zelf echt het meeste van? In uw café, waar houden stiekem zelf het meeste van? Hoe bedoelde jij dat? Is een moeilijke vraag. Nee. Dat is een hele moeilijke waar vraag. Om 5 uur een lekker portje. Om 5 uur? Altijd 5 uur. Stipt 5 uur. Ja. En als dat niet lukt, dan ga ik trillen. Gelijk Martien wel. Welke? Martien Gaus. Martien Gaus. Maar dan wordt het van een portje. Poortje. Maar dat stipt om 5 uur. Je ziet er bijna elke foto van mij met iemand altijd een glaasje port in mijn hand. Dus dat is eigenlijk ook een traditie van jou? Ja. Oh? Ik vind het helemaal niet lekker, maar gewoon traditie. Chris, waar houd ik het meeste van? Ja, ik denk toch van de sfeer. Als je achter die bar staat en er komt een nummer met een climax en zo. Iedere café heeft ook zijn eigen hits natuurlijk. Wij hebben ooit wel eens een hit gehad van ene Tommy Lips met Rotzooi of zo. Oh, weet dat je wel. Ken ik. Ja, dat is een leuk nummer. En dan krijg je die climax van dat nummer en dan gaat iedereen met die handen in de lucht. En dan krijg ik wel een kippenvel. En dan denk ik, wij hebben toch een mooi beroep, hè? Wat is dat inderdaad. Nu? Welk nummertje is op dit moment bij jou helemaal hot? Ik denk dat ik het wel kan raaien. Ja, de Toreador doet het heel erg goed op het moment. Ja. Maar ook altijd toch wel plaatjes. Marco Kanters, Frank Verkooyen. Ja. Lamme Frans. Lamme Frans. Oh, dat maar is nummer. Briljant. Oh, daar gaat hij weer. Pak de enkel. Lamme Frans, denk ik. Oh, ja, de redde man. Ja, hallo. Mee mijn van den Huishouden. Ja, hallo. Met Mr. Nightlife spreek je. Mr. Nightlife, weg gezellig. Hoe is het? Nou, heel gezellig. Ik wil zeggen, ik vind het schitterend om jouw uitzending te iedereen komen. Iedereen wist het, hè, dat jij belde, behalve ik. Iedereen wist het, behalve ik. Dat wil ik zeggen. Iedereen wist het. Maar je ziet er gewoon uit bij een groene kiel. Oh, dankjewel. En dan ga ik kiel. Jazeker. Nee. Maar je komt niet gelijk, als ik met jou praat, gelijk live in beeld niet, hè? Nee, is dat niet? Oh, ja, maar luister eens even. Dus moeten kijken. En let op, Kikier. Moeten kijken wat een draad. Er zit stik veel vertraging en er moet al die bochtjes deur, hé. Moet al die bochtjes deur. Dat is waar. Nee, wacht. Ik verbind u ook even Nel. Pak ook even de lijn. Ik pak even de draadloze.
Ja, Nel zit erbij op het moment. Ben je daar, Mr. Nightlife? Ja, zeker. Oh, ben jij stripper? Nou, af en toe, ik doe af en toe eens een paal klimmen. Zo'n half uur kunnen en dan... ja, goed, dat is ook wel een dagje ouder natuurlijk. Dus ik zo op 8 klim ik niet meer. Maar hoe kom jij aan die naam? Mr. Nightlife. Ja? Nou, omdat het optreden altijd in de nacht gebeurt. Ah. Dat is toch een hotel aan de Singel? Nightlife? Hallo? Ook al. Oh, jij hebt ook een hotel. Hallo. Met Jan Hermans. Oh, Jan. Oh, je belt nu met z'n tweeën. Ja, ik heb Tommy's nou even aan de lijn. Ik vond zo'n optreden een vrijdagavond zo grandioos. Oh ja, dat was donderdag. Donderdag was dat, ja. Zeker. Ja, het wordt gewoon een beetje... Ik had jou bijna niet herkend, geleek wel de broer van vader Abraham. Oh. Nou, wat zag ik eruit met je baard? Oh. Dan hebben we gelijk beeldvorming. Ja, je weet nooit waar je aan de lijn krijgt. Nee. Meneer Nightline, ik wil u hartstikke bedanken voor het belletje. Voor het stik gezellig. En ik wens jou een fijne carnaval. Meneer Nightline, zeggen ze hier. Ja! Nightline, Nightlife. Nightlist. Ik weet niet waar ik allemaal aan de lijn krijg. Hey Jan, luister eens. Wij gaan elkaar zien deze carnaval. Heel veel leuk. Dus de groeten in het Stijlhorenrijk of op de Leur. Ja, dinsdagmiddag kom ik bij jullie, hè, in Breda. Oh, super gezellig. Oh, ja, ik zal ze informeren en waarschuwen dat je komt. Ja? Dat is goed. Dan kunnen ze de zaak een beetje afzetten, hè. Dat is goed. Hey, houdoe. Hey, veel succes met jullie programma, hè. Ja, ik denk, gaat er nog wat gebeuren met die fles, maar... Ja, hey, eindelijk, jouw hoor. Wij pakken hem zelf wel, ja, voor jullie krijgen we niks. Ja, maar dat kan gewoon. En luister eens, er staan nog lekkere tommetjes op tafel, lekkere balkjes. Balkjes, alles. Ja. Nou, ik kan niet met uw mond vol jouw antwoord geven. Dat doen we niet. Wij zijn kasteleins, hè. Oh, ja, dat is ook zo. Nou, proef hem eens even. Hoe smaakt die? Weet ik nog niet. Hey, luister, wacht eens even. Ik heb nou net wel leuk bedacht. Is het waar? Heerlijk. Oh, kijk, die stem die doet gelijk goed. En met jou? Ook lekker? Net een nachtegaaltje, hè? Heerlijk. Goed binnen te houden. Hey, luister eens. De meeste mensen hebben ook een traditie bij het toasten, hè? Bij het proosten. Was nou een goede toast? Hoe breng je nou een goede toast uit? Aankijken. Tegen het glas. Van die tegenstander. En dan vlug achterover kiepen. Nou. Ja, ik ben het er niet mee eens. Jij durft maar niet aan te kijken. De allerlekkerste toast is gewoon met paling. Oh ja, inderdaad. Oh, ja, dat vind ik echt. Ja, lekker. Maar op crostini dan? Crostini, hè? Crostini maakt me niet uit, zolang ze niet van de markt schuin aan de overkant bij jou zijn. Jolanda Smit, leuk dat je kijkt. Hey, maar luister eens, lieve schatjes uit Kielegat. Het zit er bijna helaas weer op. Ja. En ja, ik wil natuurlijk onze ome Ger en onze Chris natuurlijk ontzettend bedanken voor jullie komst. En een hele fijne carnaval, lieve schatten. Dat jullie daar tijd voor vrij hebben gemaakt, dat waarderen wij heel erg. Hè? Hopelijk gaan we elkaar zien. Het was een eer voor ons om bij jullie in het programma te zitten. Zeker weten. En de volgende keer, als je ons nodig hebt, bellen met wie? Ik wil natuurlijk ook de kijkers bedanken voor het bellen naar de studio natuurlijk. Ja. En het gezellig meekijken. Morgen kunnen jij natuurlijk weer bellen met al uw vragen. Dus bedenk er nog wat vandaag, bel ons morgen. En wat voor onderwerp hebben wij morgen dan? Morgen moet ik even na... Oh, de nacht. Dat wordt spannend. We gaan naar de nacht. Oeh, dat wordt inderdaad spannend. Ik verklap nog niet wie er komen, hoor. Nee, dat moet ze niet doen. Mr. Nightlife. Mr. Nightline misschien. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Wat een huishouden. De kop is eraf. Ja, het was gezellig, Tommy. Ja. Houdoe. Ik vond het stiek leuk met jou. Ger, bedankt. Chris, bedankt. Ja. Veel succes met de carnaval.